De kraan niet te lang open laten staan. De tuin niet sproeien en al helemaal geen voetbalveld. Bij waterleidingbedrijf PWN wordt de watercapaciteit in Noord-Holland goed in de gaten gehouden deze dagen. Want er werd de afgelopen tijd veel te veel water verbruikt. Wat wij dus zien, dat als er heel veel water op een bepaald tijdstip gebruikt wordt, dan kan de druk in het leidingnet afnemen. En dat klinkt een beetje technisch, maar dat betekent dat mensen wat troebele water uit de kraan krijgen. Kunnen ze dat drinken? Dat kunnen zij gewoon drinken. Het ziet er gewoon een beetje anders en misschien niet zo heel erg fris uit. Bij PWN merken ze dat de waarschuwing al helpt. In het weekend werd er al minder water verbruikt door de Noord-Hollander. Maar dat betekent niet dat alle kranen nu weer open kunnen. Maar zou het nou ook kunnen gebeuren dat Noord-Holland straks zonder drinkwater komt zitten als de warmte nog lang aanhoudt? Nou ja, het is een hele droge maand. Hè. Dat zie je ook wat het KNMI zegt. Ik verwacht geen effecten zoals in Zuid-Afrika of als Iran, hè, waar nu zelfs rellen zijn over water. Zo erg zal het dus niet worden. Vooral veel water blijven drinken deze dagen. Mensen denken vaak van, hé, is dat niet een tegenstrijdige boodschap? Aan de ene kant minder water gebruiken, maar wel meer drinken. Nou, van al het water dat er verbruikt wordt, is maar 3% echt kraanwater voor drinkwatergebruik. Dus nou ja, daar kunnen de mensen niet tegenop drinken. Dus blijf vooral veel drinken. En dat geldt vooral ook voor oudere mensen en kinderen. En voor een enkele beroepsgroep geldt natuurlijk een uitzondering. Als er branden zijn, dan moet er uiteraard gewoon geblust worden. Zegt u dan ook tegen de collega's niet te vaak doortrekken vandaag? Dat heb ik nog niet gezegd, maar dat is wel een tip om mee te nemen. Dankjewel.